Hoi allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een video waarin ik laat zien wat er in mijn make-up tasje zit die ik altijd in mijn tas heb zitten. Ik heb altijd een make-up tasje in mijn tas zitten. En er zitten standaard producten in en ik dacht, misschien is het leuk om te laten zien wat ik dus eigenlijk standaard bij me draag. Het is dus ook echt niet zo dat het steeds wisselt. Ik stop er geen andere lipsticks of lipglossjes of dat soort producten in. Het is gewoon echt een standaard tasje. Want ik heb gewoon altijd make-up bij me, mocht het nodig zijn. En ik heb ooit al een keer een What's in my bag video gedaan. Daar heb ik volgens mij kort laten zien wat ik in het make-up tasje had zitten. En ik dacht, nu kan ik het eventjes misschien wat duidelijker laten zien qua producten en... ja, de inhoud is ook wel weer een beetje veranderd. Dus als je benieuwd bent wat er in mijn make-up tasje zit, kijk dan eventjes gezellig mee. Het gaat om dit make-up tasje. Ik heb echt heel vaak gewisseld van make-up tasjes, maar altijd had ik gewoon te veel bij me. Ik had, ja, ze waren groot, er zat gewoon te veel in. En toen heb ik deze er weer bijgepakt en... nou, sindsdien heb ik het gewoon hierin zitten. En dit vind ik een compact formaat. Dit vind ik prettig om in mijn tas te hebben. Het is een heel fijn klein tasje met zo'n spiegeltje erin. Wat ik heel erg handig vind aan dit tasje is dat ik deze zo weg kan drukken met een drukknop. En ik heb deze ooit een keer bij de Trekpleister gekocht, geloof ik. Maar die kun je eigenlijk overal wel kopen. En ik ga nu eventjes laten zien wat erin zit. De binnenkant ziet er zo uit. Hij zit best wel vol. En ik begin even met het bovenste. Hier zit mijn Tweezerman in. Dit is zo'n minietje in zo'n klein kokertje. Wat ik heel erg handig vind voor onderweg. Nou, ik ga eventjes kijken of ik hem dichterbij kan krijgen. En dit is hem dan, de Tweezerman. Vind ik gewoon handig om bij me te hebben. Komt altijd wel van pas. Of dat je een splintertje of zo hebt. Dan kan je hem in ieder geval eruit krijgen. Dan zit er een heel klein zakje in. Het is meer zo'n cadeautasje. Of eigenlijk een piercingzakje kan ook. En daar zit deze mini verstuiver in. Deze is van Issy Paris. Dit is de By Genie S. Die heb ik echt al heel lang, echt al jaren. En het handige van deze is dat je hem zo op je parfumflesje kunt zetten. En dan pomp je hem zo vol. En er zit er gewoon zo'n klein verstuifdopje op. Volgens mij is de originele van Travelo. En tegenwoordig heb je ook heel veel budget varianten. Tegenwoordig kun je ze geloof ik ook bij de Ethos kopen. Kruidvat heeft ze ook regelmatig. En ik vind dit gewoon super handig. Ik heb hier nu het luchtje in zitten van So Eternal geloof ik. Dat is een budget luchtje van het Kruidvat. En ja, ik vind het heel erg lekker om die gewoon bij te kunnen sprayen als het nodig is. En ik heb hem in dit zakje zitten, omdat anders dat hele geurtje... Kijk, de geur zit nu in het zakje. In het toilet, in het make-up tasje komt. En ik kan deze niet wassen, omdat er natuurlijk een spiegel in zit. Dus daarom heb ik hem in zo'n zakje gedaan. Zodat de lucht niet helemaal verspreidt door het make-up tasje. De binnenkant ziet er zo uit. Hij zit best wel vol. En ik begin even met het bovenste. Hier zit mijn Tweezerman in. Dit is zo'n minietje in zo'n klein kokertje. Wat ik heel erg handig vind voor onderweg. Nou, ik ga eventjes kijken of ik hem dichterbij kan krijgen. En dit is hem dan, de Tweezerman. Vind ik gewoon handig om bij me te hebben. Komt altijd wel van pas. Of dat je een splintertje of zo hebt. Dan kan je hem in ieder geval eruit krijgen. Dan zit er een heel klein zakje in. Het is meer zo'n cadeautasje. Of eigenlijk een piercingzakje kan ook. En daar zit deze mini verstuiver in. Deze is van Issy Paris. Dit is de By Genie S. Die heb ik echt al heel lang, echt al jaren. En het handige van deze is dat je hem zo op je parfumflesje kunt zetten. En dan pomp je hem zo vol. En er zit er gewoon zo'n klein verstuifdopje op. Volgens mij is de originele van Travelo. En tegenwoordig heb je ook heel veel budget varianten. Tegenwoordig kun je ze geloof ik ook bij de
Ethos kopen. Kruidvat heeft ze ook regelmatig. En ik vind dit gewoon super handig. Ik heb hier nu het luchtje in zitten van So Eternal, geloof ik. Dat is een budgetluchtje van het Kruidvat. En ja, ik vind het heel erg lekker om die gewoon bij te kunnen sprayen als het nodig is. Ik heb hem in dit zakje zitten, omdat anders dat hele geurtje. Kijk, de geur zit nu in dit zakje. In dit toilet, in dit make-up tasje komt. En ik kan deze niet wassen, omdat er natuurlijk een spiegel in zit. Dus daarom heb ik hem in zo'n zakje gedaan. Zodat de lucht niet helemaal verspreidt door het make-up tasje. Dan heb ik altijd een mini-vel bij me. Dit is een mini-glasvel. Deze heb ik ooit een keer bij de Action gekocht. In zo'n driepak had je een grote en een paar kleintjes. En dit vind ik ideaal voor in een make-up tasje. Ik kan niet zonder nagelvel. Nagelvel moet altijd mee. Dan heb ik er een poeder in zitten. En deze is van de Action. Dit is 260 Fair. En dit is gewoon zo'n ja, poeder. Gewoon zo'n basic poeder. Verder niet heel bijzonder. Ik zie ook dat er geen dingetje meer in zit. Normaal zit er altijd zo'n sponsje bij. Maar ik heb in mijn tas standaard een kwast zitten waarmee ik het zou kunnen aanbrengen. Dan heb ik deze contourstick van Max & More. Dus ook van de Action. Hier heb je een contourgedeelte en een highlightgedeelte. Omdat in dit tasje gewoon niet heel veel past. En bronzers zijn vaak toch groot. En highlighters ook. Vond ik deze contourstick gewoon een uitkomst om erin te doen. Zo heb ik toch een bronzer en highlighter in één. Het neemt gewoon een stuk minder ruimte in. En deze werkt prima. Dus voor mij is dat eigenlijk goed. Dan heb ik er een eyeliner in zitten. Dit is een eyeliner van Essence. Dit is Extra Long Lasting. Zo'n stift. Het liefst zou ik er eigenlijk weer een gel eyeliner in doen. In zo'n flesje met zo'n kwastje. Omdat ik deze heel erg fijn vind om een wing mee te zetten. Maar niet altijd voor mijn ogen. Ik heb altijd liever die, ja, die flesjes voor onderweg. Maar ja, degene die ik had, die was op. Dus ik heb nu deze er even ingestopt. En binnenkort ga ik eventjes een. Ja, toch weer zo'n flesje halen. En dan ga ik die erin doen. En ja, waarschijnlijk blijft deze dan ook nog wel bij zitten als het past. Maar voor nu is deze prima. Dan heb ik. Oh, er vallen wat dingen uit. Ik ga hem even naast me neerzetten. Deze Stay Notch Natural Concealer van Essence. Ik heb de kleur Soft Sand. Maar ik krijg er bijna niks uit. Dat vind ik echt. Ja, joh, val maar. Dramatisch. En deze past ook eigenlijk helemaal niet bij de foundation die erin zit. Dus deze zou ik eigenlijk ook een keer moeten vervangen voor een bijpassende kleur. Dat zul je zo ook zien. De foundation die ik bij me draag, ja, is qua kleur vind ik hem niet helemaal goed. Maar ja, voor nu zit deze er nog gewoon in. Dan heb ik deze mascara. Volgens mij is die heel erg aan het glimmen. Dit is de All Eyes On Me Multi-Effect Mascara. Wel heel erg grappig. Dit is deze mascara, daar ben ik ooit mee begonnen toen ik met make-up begon. Dit is mijn eerste mascara ooit. Nou ja, niet deze flacon natuurlijk, want die mascara was al lang op. Maar ja, dit was wel de mascara waar ik ooit mee ben begonnen. En het fijne aan deze is, vind ik, omdat hij ook gewoon lekker compact is. Ik had er eerder een Action mascara in zitten en dat was zo'n hele dikke. Nou, die nam al zoveel ruimte in dat dat hele make-up tasje nog zo bol stond. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. En sinds kort heb ik dus deze er weer in zitten en deze bevalt eigenlijk prima. Gewoon een zwarte mascara is het. Nu heb ik er een lip liner in zitten. Deze is van de Hema. Dit is kleur 23. Het is een beetje een nude kleurtje. En ja, volgens mij past hij eigenlijk ook voor gemeten bij de lippenstift die ik heb. Dus eigenlijk zou ik dat ook een keer moeten afwisselen. Maar ja, ik had nu eventjes geen bijpassende. Dus ik denk, ja, doe ik deze er maar in. Maar ik hoef hem natuurlijk ook niet altijd te gebruiken. Dan heb ik dit eyebrow pencil van de Hema. Dit is kleur nummer 9. Het is een beetje een bruinachtige, grijsachtige. Ja, eigenlijk hoef ik mijn wenkbrauwen bijna nooit bij te werken. Want eigenlijk doe ik die altijd met poeder.
Ja, ik vind het wel een soort van veilig idee dat ik deze gewoon bij me heb, mocht het nodig zijn. En er zit gelijk zo'n borsteltje aan, dus dat is prima voor in het make-up tasje. Dan heb ik een oogpotlood. Dit is echt mijn favoriete oogpotlood. Dit is de Long Lasting. Dit is het Long Lasting Eye Pencil van Essence in de kleur Black Fever. En dit is zo'n uitdraaibare. Dit is een nieuwe die ik erin heb zitten. Dus deze is nog helemaal niet gebruikt. Maar mijn oogpotlood, ja, dat loopt best wel snel uit. En ik vind dat toch wel fijn om dat bij te kunnen werken. En deze heb ik ook eigenlijk altijd. Gebruik ik ook eigenlijk gewoon altijd. Ook gewoon zit deze in mijn dagelijkse stash. Dus deze moet natuurlijk ook mee. Dan heb ik als oogschaduw deze 3D oogschaduw van Essence bij me. Dit is de kleur Irresistible Foxtrot, kleur nummer 1. En dit is zo'n mooie kleur. Hier ben ik echt heel erg fan van. Ik heb deze ook in mijn standaard stash zitten. En ik heb hem dus ook voor onderweg. Omdat ik het zo'n mooie kleur vind. Ik vind dit gewoon heel erg naturel. Dus kan altijd. En ik vind deze combinatie gewoon heel erg mooi. Ik denk niet dat oogschaduw iets is wat heel snel bijgewerkt moet worden. Maar ik ja, vind het fijn om toch bij me te hebben. Nou, dan heb ik dus normaal ook altijd een clipje. Een stiekje en wat bobbypins. Nou, dit is mijn clipje. Hij is een beetje zielig, want hij heeft nog maar twee pootjes. De rest is allemaal afgebroken, dus ik moet echt eventjes een ander pakken. Ik heb ook nog wel andere, gelukkig. De bobbypins zitten er ook niet meer in. Die zijn ook allemaal verdwenen. Dus het enige wat ik nog heb is een stiekje. Vind ik gewoon altijd wel handig om bij me te hebben. Dat mocht ik mijn haren losdragen, dan kan ik tenminste altijd eventjes ja, het uit mijn gezicht halen, mocht dat nodig zijn. Dan heb ik een blush van Essence. Dit is de Adorable, kleur nummer 10. En dit is een hele mooie blush, beetje mooi roze. Heb ik ook eigenlijk in mijn dagelijkse stash zitten. Gebruik ik eigenlijk altijd. Vind ik gewoon zo'n goede kleur dat ik dacht, hij is ook perfect voor in mijn make-up tasje. En ik vind de verpakking ook lekker compact. En dat vind ik dus ideaal. Dan is dit mijn foundation. Dit is dus de foundation waarover ik het had. Hij past dus ook totaal echt niet bij die concealer. Deze is van de Action. Het is een BB cream. Dit is de kleur medium, maar hij is te donker. En ze hebben ze op het moment ook weer helemaal niet. Dus eigenlijk moet ik er een andere in doen. Maar ik vond deze verpakking zo, ja, lekker, lekker ideaal klein. Echt heel erg handig. Maar ja, de kleur is niet zo geweldig, want hij is gewoon echt te donker. Dan zou ik hem moeten mengen. Maar ja, ik heb natuurlijk weer geen andere spullen bij me. Het is gewoon echt puur voor een klein stashje wat ik bij me heb. Dus hier moet ik nog even wat op verzinnen. Wat toch een kleine verpakking heeft. En wat toch de juiste kleur wordt. Dus daar ben ik nog met mezelf over in beraad. En tot nu toe mag deze dan even blijven. Dan heb ik deze glossy lipbalm erin zitten van Essence. Dit is de Cherry Brownie. Eigenlijk is het gewoon, ja, ik vind het meer lipgloss om. Maar hun verstaan het onder lipbalm. Dit is eigenlijk zo'n tube variant. Vind ik eigenlijk totaal niet handig. Nee, want zoiets kan heel snel gaan lekken. Maar ja, het is gewoon weer lekker compact, wat ik al zeg. En zo heb ik toch wat voor de lippen bij me. En dan heb ik ook nog een lipstick bij me die eigenlijk gewoon altijd kan. Dat is deze. Dit is de Get the Look, nummer 20. En dit is een beetje een mooie roze Barbie kleur. Ja, vind ik echt heel erg mooi. Ik ben niet iemand die gewoon de lipstick dat ik die draag, zeg maar, ook weer in mijn tas ga mikken. Ik heb gewoon standaard zo'n lipstick bij me. En ik denk, ja, weet je, die kan overal bij. Vind ik prima. Maar ja, dan kom je ook weer op het punt. Hij past totaal niet bij de lipliner die ik heb. Dus ja, eigenlijk moet dat gewoon op elkaar afgestemd worden. Maar ik vind het gewoon een fantastische kleur. En prima voor in mijn make-up tasje. Nou is mijn make-up tasje helemaal leeg. Nou kon ik ook zien dat hij van de trekpleister was. Je ziet het logootje nog. Dat zat er dus allemaal in. Het kan zijn dat je het best veel vindt. Het is misschien ook best wel veel, maar het is voor mij een soort van safe
iets dat ik dat mee kan nemen. Het liefst had ik er ook nog een wippenkleur in gedaan, maar dat past gewoon niet. Tenzij ik ooit vouwbare tegenkom, maar dat zal wel echt een soort zoeken naar een speld in een hooiberg zijn. Want ik denk niet dat die bestaan. Ja, ik ben eigenlijk benieuwd of jullie ook make-up meenemen als jullie weggaan. Stel dat in je tas hebt zitten. Laat me vooral even weten, vind ik wel leuk. Voor nu wil ik je gewoon bedanken voor het kijken en ik zie je tot de volgende video. Doeg!